Het oud Vlaggenplein tegenover de Nationale Assemblee zal worden omgetoverd tot een plek voor multifunctioneel gebruik, vertelde Natasha Deul, projectcoördinator van het Paramaribo Urban Rehabilitation Project, PURP. Dat was gisteren tijdens het startsein voor de activiteiten om de waterkant en omgeving te moderniseren en te verfraaien. Er komt een amfitheater op het Vlaggenplein. Er zal aan een heleboel gewerkt worden om te beginnen waar we nu staan. Dit wordt een amfitheater, dus Oud Vlaggenplein gaan we omtoveren tot een amfitheater waar mensen voor verschillende entertainmentactiviteiten kunnen komen over 15 maanden. We beginnen vanaf hier recht achter ons bij het parkeerterrein van de Nationale Assemblee tot voor het wagenbouw waarbij de hele plek een facelift krijgt. Dus je hebt plekken waar je speciaal multifunctional activiteiten zult hebben. De kinderen kunnen daar skaten, je kan ook events daar hebben. Je zal een verbeterde en gemoderniseerde plek hebben waar de mensen kunnen zitten om te eten. Maar je zal ook een nieuwe look hebben voor de crafters hun stalls. Deul merkt verder op dat de problematiek van de zwervers ook wordt aangepakt. De bedoeling is dat na afronding van het project de dak- en thuislozen niet meer te zien zullen zijn bij de waterkant en in de omgeving. We zijn samen met de DC bezig om hard te werken aan een plan waarbij we de mensen voorafgaand aan de oplevering na 15 maanden al weg hebben vanuit het gebied. Dat wanneer het gebied open gaat over 15 maanden, dat we geen last meer hebben van de zwervers. Dus dat moet een blijvende oplossing gaan bieden. We hebben ook fondsen aangevraagd om dat te faciliteren. Dus wij hopen echt dat dat van de grond komt. Verder zal het trottoir en de straat langs de waterkant worden aangepakt. Deul stelt dat de overige panden aan de waterkant bij de start van het PURP 2-project zullen worden bekeken. Tot nu toe zijn de panden waterkant nummer 30 en 32 aangepakt.